Mijn naam is Benny van Schaik. Ik ben werkondersteuner en beheerder van Thuishoeve Werken. Op de Thuishoeve zijn we bezig met een heel groot plan eigenlijk, een herinrichtingsplan. Dat is naar aanleiding van zorgvragen van cliënten, die verandert in de loop der jaren. Het was in het verleden een kwekerij met een winkeltje erbij. Veel cliënten waren druk in de kassen op het land, plantjesboten, onkruidwieden, noem maar op. Maar de interesses van cliënten die gaan toch meer richting dierverzorging. Dus wij als Thuishoeve willen daarop inspringen. En daardoor is die herinrichting eigenlijk ontstaan. En dat vind ik wel leuk dat de dieren er zijn. Dat is iets extra's. Extra leuk werk om te doen. Zoals opstrooien, zoals stallen schoonmaken. En wat poep scheppen in de ponywei. De herinrichting is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Thuis. Zij zijn eigenlijk de eigenaar van de Thuishoeve en zo zijn huurt en exploiteert de boerderij. Nou, dat is allemaal gerealiseerd. En toen kwamen we eigenlijk voor het probleem, het is toch nog wel heel wat om cliënten zelfstandig dieren te laten verzorgen. Hoe zouden we dat beste vorm kunnen geven? Naar aanleiding daarvan hebben we contact opgenomen met de Sozijnschool. Zij verzorgen op elk werkgebied eigenlijk diverse trainingen. En in samenwerking met de Sozijnschool hebben we dus een cursus dierverzorging opgezet. En de eerste groep heeft het inmiddels afgerond. We hebben al die stukken kaarten. En er staat op wat je doen moet. Stap voor stap. Half bakje brokken moet je erin doen. Je moet ons vergelijken met de cursus van training op eigen benen. Zoiets is dat. Maar dame, is daar een cursus met dieren. Eigenlijk vanaf stap 1 hebben we alles samen gedaan. Ook in overleg zijn die werkkaarten ontwikkeld. Dus we gingen naast elkaar zitten en dan allemaal schetsjes maken van oké, dat kan erin, dat kan erin. Is die foto duidelijk, is die picto groot genoeg? Echt van A tot Z is de hele training samen opgezet en samen uitgevoerd. Omdat er op de Thuishoeve heel veel praktische kennis is en op de Sozijnschool heel veel kennis van het geven van cursussen, trainingen. En als je die twee dus samen kunt voegen, dan haal je denk ik het maximale eruit. De hele doelstelling van de training is natuurlijk om cliënten zo zelfstandig mogelijk hun taken bij de dieren te kunnen laten doen. En gedurende het proces, alle werkkaarten zijn klaar, het hooi geven, brokken geven, waterbakken verschonen, dat zit erin, dat gaat goed. Maar dan kom je toch weer probleempjes tegen. Waarvan je denkt van ja, dat pakken wij eigenlijk nu helemaal over, maar wat kan de cliënt er zelf in doen? Het voordeel is dat we cliënten willen laten voelen dat het hun boerderij is en wij ondersteunen. Dus onze praktische taak moet zo klein mogelijk zijn. Bij de geiten en die klimmen tegen dingen hebben, dan komen ze met de kopje zo naar buiten steken van hey, die komt mij voor. Zo tam zijn ze om. Ja. Vind ik wel prachtig. Kijk, de insteek van zo zijn is sowieso van ga uit van de mogelijkheden van de cliënt. En als je daar echt mee aan de slag gaat, dan blijkt dat er vaak veel meer in zit dan dat je vooraf zou denken. En dat kom je bijna elke week tegen. Dat, zeker als je cliënt enthousiast maakt voor een taak, dan komt ook alles wat ze hebben eruit. En dat zie je bijna wekelijks terug.